Streaming farms. Want alles wordt sowieso... Streaming farms wordt trouwens ook in Nederland gebruikt. Maar... Wie doet dat? Je zegt dat even tussen neus en lippen door. Ja, genoeg mensen, bro. Oh, ze zeiden dat gebeurde bij Vluchtstrook, toch? Die pokken van Chris Cross. Bro, genoeg mensen hebben dat gedaan. Sorry. Ja. Genoeg sorry. Mensen. Ik zeg eerlijk, Omdat, kijk, het klinkt altijd zo woe in de lucht. Ja. En je kan nooit zeggen wie. Ik weet letterlijk wie dat heeft gedaan. Ik kan geen naam noemen, je, toch? Ik heb wel vermoedens bij een paar pokus. Ik bro, genoeg nou, bijvoorbeeld die tune van Armo Was Right heeft 25 miljoen streams. Dat geloof ik gewoon niet, man. Weet niet, man. Of Femke Louise, geloof ik ook niet dan. Dat zoveel mensen het op repeat. Weet ik niet. Maar... Ik geloof wel dat mensen hebben aangeklikt. Maar als je op een gegeven moment in Nederland voorbij bij de 5 à 10 miljoen streams gaat, betekent dat mensen kijk, op repeat hebben. Dat is het, bro. Niet. Jij hebt het nu over echt twee mensen die, ja, oké, okay, whatever. Maar ook genoeg grote... Maar dat is kwalijk. Bro, dat is kwalijk. Nee, ja, nee, dat snap ik. Maar mijn punt is ook genoeg grote artiesten die het misschien ook zelf niet eens weten, hè? Ja. Ik zeg je eerlijk, ik genoeg ken grote artiesten. Artiest, toch? Hij zei me, ik heb het gebruikt, maar is om die snowball te laten rollen. Snap je? Hij zei van, ik heb die eerste paar gewoon... Oké. En toen zagen mensen... Zal ik wat zeggen? Ik ken ook iemand die dat tegen mij heeft gezegd. Ja, man. En nu gaan jullie allemaal duister doen. Ja, hè? Allemaal geheimzinnig doen. Ja, ik moet mensen goed houden. Ga die TikTok geluidje gebruiken. Toen, 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 ja, man. Die jongens van... Streaming farms. Ja, streaming farms. Hé, in Duitsland zijn er echt mensen voor veroordeeld, hè? Ja? Ja. Het is echt onderzoek. Documentaire is over gemaakt. Grote artiesten. Mero onder andere. Dat die echt... gingen ze documentaire doen. Ze hebben een documentaire gemaakt in Duitsland. Over dat ze echt... Ze gingen gewoon met undercover camera vragen. Van, hey, kun je streams voor me fixen? Mm. En dan hoor je guys gewoon met zo'n performance. Ja man, ik kan zo 10 miljoen streams voor je fixen. Blablabla. Dat was een hele tory in Duitsland geweest, man. Oh, wow. Heel veel artiesten nep streams hadden gekocht. En dit was echt 2017, 2018. En dat ging zover... Dat toen ik bij Warner werkte, ik een e-mail kreeg van GFK. Dat ze zeiden van, hey, wees alert. Wij zitten erop, samen met de streaming services. Maar er zijn nep streams in omloop. Mochten wij dit ontdekken, dan gaan er consequenties volgen. Maar dit kan je allemaal trouwens gewoon googlen, man. Dit was in Duitsland echt een case. Want toen sprak ik ook mensen in Duitsland en het had even de... hadden zien even op zijn kop gegooid, man. Dat mensen echt zeiden van, what the fuck? Want het is ook, als je erover nadenkt... Ik weet nog in die tijd dat bijvoorbeeld zulke YouTubers goud en platina gingen... Dat wij met z'n allen dachten van, hey, what the fuck is aan de hand? Ja. Snap je? Met hindsight, we kunnen de streaming farms, ze waren aan het farmen, man. Er werd goed gefarmd. Over Duitsland gesproken. Ga de top 50 van Duitsland een keer checken. En check die tunes, man. Er zitten hele goede tunes. Ja? Ja, man. Duitse rap en zo? Ja, man. YC, Head and Shoulders. Ja? Ga checken, man. Ik sta best wel open voor andere talen in muziek, checken, maar Duits gaat er mij niet in.